naam is Peggy Eerals, beeldend kunstenaar. En ik werk met steen en glas. Ja, ik ben begonnen natuurlijk gewoon met handmatig beeldhouwen, omdat dat gewoon het begin is. Je leert je materiaal en je steen kennen. Maar op een gegeven moment, na jaren, dacht ik, het wordt saai. En ik wil meer kracht in het beeld. En steen heeft wel kleur en aders, maar nooit dat je denkt, wauw, daar word ik blij van. Dat is het. En toen heb ik iemand ontmoet en die had een glas over. En toen dacht ik, oh, met glas kan ik misschien wel wat. Toen ben ik gaan experimenteren. Hoe kan ik ruig glas maken in een stenen beeld? Want ik hou van grof. Het moet niet te vlak zijn of te glad. Het moet wel een beetje uitstraling hebben. Kracht ten opzichte van de steen. Glas lijkt teer en steen lijkt hard, maar het is allebei even hard. En dat is het leuke als je iets gaat maken. En de ene keer heb ik al een kant-en-klare glasobject gemaakt en dat moet in een steen gaan passen. En de volgende keer heb ik gewoon glas en ga ik iets creëren. Of een beeld. Hier heb ik bijvoorbeeld een stenen vogeltje. Dit is hardsteen. En die krijgt een kuif. Hier komt gewoon vlak glas in te zitten. Maar hij moet tenslotte glazen vleugels en een glazen staart gaan krijgen. Dan heb ik een mal gemaakt van een soort vezelplaat die vuurvast is. Die wordt gebruikt om ovens te bouwen. Daar leg ik grote brokken, of kleinere, die kan je gewoon breken, hierin. Gewoon heel ruig en hoog opgestapeld, echt boven de mal uit. En daar leg ik kleine stukjes gekleurd glas tussen in de kleuren die ik hebben wil. En doordat het glas hoog opgestapeld is en er veel zuurstof tussen zit, en vooral niet te hoog stoken, want het moet ruig blijven, krijg je een hele ruige glazen vorm. En die zet ik nadien dan in de vogel als vleugel of als staart, net naar gelang wat ik aan het maken ben. En dat vind ik gewoon zelf het leuke met het glas. Je kunt alle kleuren van de regenboog krijgen, dus je kunt zo kleurrijk werken als je wil. Maar je kunt het ook heel eenvoudig houden in dezelfde tint van je steen. En dan toch heeft het meer uitstraling als alleen je beeld in steen. Het leuke van het glas is natuurlijk dat je gewoon uit moet zoeken hoe hoog moet de oven om geen gladde glasplaat te krijgen. En dat is gewoon met kleine stukjes testen. Hier zitten kleine rondjes in, stapel je kleine stukjes. En dan zet je eerst de oven in één dag tot 700 graden in een proces. En dan denk je, nee, dit gaat niet werken. Dat is toch te hoog. Het moet lager. En hoe dikker het glas, des te ruiger blijft het natuurlijk ook. En dat is wel het leuke van het. Het moet er ruig uitzien. En daardoor krijgt het ook meer uitstraling en meer kracht. Ja, soms werk je met een beeld andersom. En dat houdt in dat je eerst het glas gaat creëren, wat je hier ziet. Dan heb je allerlei soorten glazen platen naast elkaar gelegd, dik en dun. Dat kan je een beetje aan de achterkant zien. Hier zie je dikker en dunner glas. En aan de voorkant is het heel ruig, omdat het ook over de mal is gelopen. En dat vind ik zelf eigenlijk heel mooi. En dan is de vraag, hoe komt dat in een steen? En dan wil ik gewoon eigenlijk een juiste steen vinden. En ik denk dat het toch een hardsteen zwart wordt of een albast. Omdat je dan eigenlijk mooie tegenstrijdige kleur hebt ten opzichte van het blauw. We gaan het verlijmen als het omdat het buiten moet kunnen staan. En dan zit er altijd een laagje kit tussen die de warmte en de kou opvangt die je nodig hebt als het vriest. En hier zie je ook aan deze kant dat hier is echt het glas ver over de mal gelopen. Ja, en dat probeer ik te benutten, want dat vind ik nou net de mooie kantjes die eraan zitten. En die maken het gewoon leuk. Dit beeld is gemaakt van Belgisch hardsteen. Het heet eigenlijk cascade, het Franse woord voor waterval. En ik vond hem heel leuk om hem te laten verspringen. En het mooie is dat hij een beetje verweert door het weer. En in eerste instantie zat er geen glas op en toen dacht ik, toch saai. Maar nu, kleur maakt hem eigenlijk niet mooier. En toen ben ik gaan werken met floated glas. Dat is glas waar wel een tint in zit, maar die je eigenlijk pas ziet als je het in de oven hebt gehad. En dit zijn allemaal plakjes naast elkaar gelegd, hoog en laag. En vandaar dat het over elkaar heen is gaan lopen. En het lijkt nu van bovenaf naar beneden gewoon echt water wat naar beneden stroomt. Ja, ik vind het mezelf prachtig. Dit beeld is de titel Lust en het is gemaakt van hardsteen en glas.
En lust komt eigenlijk door het vurige van het rood, het oranje en het geel, wat gewoon heel veel kracht uitstraalt. En daarom vind ik hem ook zo mooi. Ik heb hem geprobeerd heel strak te houden, dus die rechte lijnen. En daardoor is het ook gewoon een krachtig beeld geworden. Ja, dit is een beeld gemaakt van kobaltserpentijn. En het mooie van kobaltserpentijn is dat hij dat paarse geeft, een mooie groene gloed erin. En de ene keer in deze achterste zit het eigenlijk minder het groen. En in de sokkel zit eigenlijk weer meer van dat groen. En ik vind het mooi dat het nu gewoon één geheel is geworden. En ik heb de vorm van de steen heb ik gemaakt in een mal. Daar heb ik die brokken glas in gelegd met die gekleurde stukken glas van dezelfde kleur als dat dus de kobaltserpentijn heeft. En daardoor is het nu gewoon een heel mooi geheel geworden. En ook als de zon er doorheen krijgt, het toch een beetje het idee van ijs en water. En dat vind ik mooi van als je transparant glas gebruikt, dat het een beetje ijzig wordt.